500 man komen kijken naar dit duel. Maar dan zien ze niet Twente 1, ze zien eigenlijk Twente 2. Kijk maar naar de namen, dan zie je allemaal verschillende namen vergeleken met afgelopen weekend. Maar liefst 7 mutaties. De meest opvallende, Akram, de Aziatisch speler van het jaar. Bij Capelle kijken we ook nog even naar de opstelling. De Braziliaan Wellington aan de rechterkant. Tiote. Tindalli. Wellington legt klaar. Akram. Mooie aanval door het midden van FC Twente. En niet het doelpunt uiteindelijk voor de Iraniër Akram. Capelle versloeg in de eerste twee rondes Una en Westlandia. En FC Twente versloeg in de vorige ronde de amateurs van Joure. Wellington. Wordt neergelegd. Vrije trap voor FC Twente. En scheidsrechter Ketting trekt de gele kaart voor Adelmunt. Twente natuurlijk met Theo Jansen. Jansen en goede redding van Lennart Heegi, de doelman van Capelle. Met een hoekschop nog voor Twente, Jansen. Akram, van afstand en weer Heegi met één handje. En zo staat het nog lang 0-0 tussen de profs van Twente en de amateurs van Capelle. Jansen, bal blijft hangen. Ouderwetse scrimmage voor het doel, Douglas niet. En dan uiteindelijk wordt die bal dan weggehaald. Parker. Richard. Met balverlies. Akram. Probeert het van afstand en de vingertoppen van Heegi. Wedstrijden dit seizoen maar één keer. Dat was vorige week op bezoek bij FC Sheriff in Moldavië. Carney. En over de bal heen gemaaid door Tol Parker. En daar is dan eindelijk de 2-0. Het tweede doelpunt van de avond van Luc de Jong. 3 minuten voor tijd pas. Maar wel verdiend. Mistrap van verdediger Dick Tol van Capelle. Voorzet.